Deze bank heeft iets heel leuks. Zo, wat ja. Leuks? Krijg die bank erbij? Nee. Het is min 10. Ik ga vandaag mijn steentje bijdragen aan het fenomeen huisje, boompje, beestje. Helaas heb ik zelf geen huis, geen boom en geen beestje. Maar toch ben ik vandaag makelaar. Dus ga ik andere mensen blij maken. Hey Lonneke. Hey. Ga je bij je woning bezichtigen? Ja, yes, prima. Cool. Achterop. Oké. Maar ik dacht dat makelaar altijd in een dikke auto reden. Ja, die staat daar. Kom, ga met de auto. Wat houdt een bezichtiging precies in? Een bezichtiging houdt in dat je de kopers de ruimte geeft om de woning te bezichtigen. Het is een verkoopmoment, dus ja, probeer de woning maar aan mij te verkopen. Oké. Okay. Nou, dat is toch wel een mooie woning. Ja, toch? Lekker licht, daar hou ik wel van. Deze bank heeft iets heel leuks. Zo. Ja. Krijg die bank erbij? Nee. Nou, dat is dan jammer. Dan lopen we nu even naar de keuken toe. De slaapkamer is beneden. Maar dit is natuurlijk heerlijk douchen met z'n tweeën. Ja. Nou, je denkt dat dit een kast is, maar hier woont nog een ander gezin met 5 jonge kinderen. Het zonnetje in huis. Nou, zoals je ziet is het echt een hele ruime tuin. En hier heb je een veldje van kunstgras. Altijd vrouwelijk schoon in je huis. Nou, heb ik je een beetje overtuigd? Ja, het ziet er goed uit. Dus, wil je het kopen? Ik ben verkocht. Oké, okay, we hebben net deze bezichtiging gehad. Wat gaan we nu doen? We gaan terug naar kantoor, want we hebben nog een afspraak om een koopcontract te tekenen met andere mensen. Nou, we gaan de koopovereenkomst tekenen van de woning die jullie gekocht hebben. We hebben afspraken gemaakt per e-mail en vervolgens is dat vormgegeven in de koopovereenkomst tussen verkoper en koper. Nou, we zijn dus nu een huis aan het verkopen. En het gaat om hele grote bedragen. Dus ik snap nou ook wel hoe belangrijk die bemiddeling is tussen koper en verkoper. Het is de bedoeling dat we nu gezamenlijk tekenen. Gelijk goed doen, hè? Oké, okay. Nou, het ziet er allemaal goed uit. Gefeliciteerd met de aankoop. Ja, dankjewel. Ja. Als makelaar moet je natuurlijk kennis hebben van de woningmarkt. Je moet weten welke huizen er te koop staan. Ja. Je moet klantgericht zijn, ja. Overtuigend. Klopt, je moet kunnen verkopen, ook kundig onderlegd zijn en kunnen onderhandelen. Want ja. De beste prijs voor je verkopen, ja, dat is toch waar je het voor doet. Heel erg bedankt voor vandaag. Als ik ooit geld genoeg gespaard heb, dan zal ik bij jou een huis komen kopen. Okay. Duurt nog heel lang. Veel plezier. Goeie reis. Yes, thanks. Doei. Ik ga naar huis. Want oost-west, thuis-west. Oh.